Bij welke bank zit jij? De kans is groot dat je nog steeds een betaalrekening hebt bij de bank waar je ouders ooit een jeugdspaarrekening voor je hebben geopend. Vanwege die leuke pennymaat of de mooie knuffel. De meeste mensen zitten daarom ook bij de banken die we van ouds herkennen, zoals ING, voorheen de Postbank, de Rabobank en ABN AMRO. Toch zijn veel mensen ontevreden over hun bank. Vanwege de hoge bonussen. Omdat de bank investeert in wapenhandel. Geen oog heeft voor mensenrechten of het klimaat. Je denkt misschien dat overstappen naar een andere bank ingewikkeld is en gedoe oplevert. Maar dat valt best mee. Er is namelijk een overstapservice die veel werk uit handen neemt. Als je wil overstappen naar een eerlijker bank, vind je meer informatie op eerlijkegeldwijzer.nl. Deze site vergelijkt de 10 belangrijkste betaal- en spaarrekeningen op duurzaamheid. Je kunt per bank zien hoe deze scoort op 21 thema's. Een van die thema's is klimaatverandering. Daarbij is de score hoger als de bank haar eigen uitstoot vermindert en investeert in schone energie. De ASN Bank, SNS Bank en de Triodos Bank krijgen een 9. Verzekeraar Aegon krijgt een 1. Een ander belangrijk thema, bonussen. Het ideale bonusbeleid is uiterst gematigd. De ASN Bank en de Triodos Bank krijgen daarvoor een 10. De grootste banken ING, Rabobank en ABN AMRO krijgen een onvoldoende. Net als verzekeraars Aegon en Deltaloid. De eerlijke geldwijzer houdt banken scherp. En het goede nieuws is dat 9 van de 10 banken in 2016 hun beleid op duurzaamheid hebben verbeterd. Je kunt daaraan bijdragen door via de website een klacht of compliment naar je bank te sturen.